ik ben gisteren benaderd door de NOS. Er is dinsdag 14 maart om 8:30 is er op Nederland 1 een verkiezingsprogramma. Daar zitten zowel de provinciale uit de hele Nederland en de wat landelijke politici zitten daar. Het gaat ook over de Eerste Kamer. En daar hebben ze een aantal onderwerpen die daar ter discussie staan, en onder andere de energietransitie. Nu hebben ze aan ons als vereniging gevraagd of wij daar iets over willen zeggen, omdat ze verwonderd waren dat wij tegen de zonnepanelen zijn zoals het op het moment, zoals de gemeente dat wil, of in ieder geval de projectontwikkelaars daar willen, terwijl onze naam van de vereniging Duurzame Energie is. Kijk, en dat, dat correspondeerde volgens hun niet helemaal bij elkaar. Dus ze hebben toen gevraagd of ze bij ons filmopnamen mochten maken, of dat wij daar uit konden leggen om daar een statement van te maken straks tijdens dat verkiezingsdebat. En daar moeten dan die politiek, op reageren. En daar hebben we nu filmopnamen van gemaakt. Ja, alles wat er opgenomen is, dat wordt natuurlijk teruggebracht tot een klein stuk. Maar daar hebben we vanmorgen filmopnamen van gemaakt. En we kijken uit naar de dag dat het uitgezonden wordt. Ja, nogmaals, dat is 14 maart, dinsdagavond om 8:30 op Nederland 1. En het heet NOS Verkiezingen.